Als elke seconde telt is een wekelijks programma over het werk van de hulpverleners in Brabant. 24 uur per dag en 7 dagen in de week staan zij voor je klaar om hulp te bieden. Deze week in Als elke seconde telt, een vrouw vliegt met een auto uit de bocht in Volkel. Een auto vliegt opnieuw in brand op een takelwagen bij Ravenstein. 5 Polen raken gewond bij een ongeval op de N285 bij Zevenbergen. En een patrouillewagen uit de bocht gevlogen op vliegbasis Volkel. Dit is Als elke seconde telt. Vrouw vliegt met auto uit de bocht in Volkel. Op de Meerkensweg in Volkel is in de nacht van maandag op dinsdag een vrouw met haar auto uit de bocht gevlogen en tegen een boom aangereden. Ze kwam er wonder boven wonder zonder kleerscheuren vanaf. De vrouw is door de politie aangehouden voor verhoor. De verkeersongevallenanalyse heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval. Auto vliegt opnieuw in brand op een takelwagen bij Ravenstein. In Schaik werd de brandweer gealarmeerd voor een autobrand op een carpoolplaats aan de A50 ter hoogte van Ravenstein. De auto was op een takelwagen in brand gevlogen. Het voertuig bleek 2 uur eerder in Os aan de Achterschuistraat te zijn uitgebrand. Schijnbaar was er bij het blussen daar toch nog iets blijven smeulen, zodat de auto wederom vlam vatte. Schaikse brandweer heeft het voertuig uitgeblust. Patrouillewagen uit de bocht gevlogen op vliegbasis Volkel. De brandweer en ambulances van Uden werden zaterdag gealarmeerd voor een ongeval met beknelling op vliegbasis Volkel. Een patrouillewagen van Defensie was op het terrein van de vliegbasis uit de bocht gevlogen. Hierbij zijn 2 gewonden gevallen. Ze zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Dat wordt nog nader onderzocht door de Koninklijke Marechaussee. Eenzijdig ongeval in Boekel. In Boekel is zondagochtend een eenzijdig ongeval gebeurd. De auto raakte hierbij over de kop. De bestuurder van de auto raakte licht gewond. Volgens de ambulancebroeders waren zijn verwondingen zodanig dat hij niet naar het ziekenhuis hoefde. De 19-jarige man uit Gemert is vanwege onbekende redenen wel aangehouden door de politie. Diverse autobranden in Bergen op Zoom en Roosendaal. West-Brabant werd vorig weekend geteisterd door diverse autobranden. De eerste melding kwam binnen van een autobrand aan de Borgvlietdreef. Een omstander had de vlammen met een tuinslang gedoofd. De brandweer heeft nog nageblust. De auto is meegenomen naar het bureau voor onderzoek. Ook aan de Carinastraat in Bergen op Zoom is een auto uitgebrand. Hier stelde de politie een buurtonderzoek in. Ook een auto aan de Lavadijk in Roosendaal moest het ontgelden. In augustus brandden er in de Roosendaalse wijken ook al 4 auto's uit. Polen gewond bij ongeval op de N285 bij Zevenbergen. Bij een zware aanrijding tussen een vrachtauto en een auto op de provinciale weg N285 bij Zevenbergen zijn dinsdagmiddag alle 5 de Poolse inzittenden gewond geraakt. De hulpdiensten rukten uit met 4 ambulances. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Van de 5 gewonden zijn er minstens 2 ernstig aan toe. De vrachtauto botste achter op de personenauto, die daardoor in de sloot terecht kwam. De politie was de hele middag bezig met technisch onderzoek.
N285 was voor lange tijd afgesloten voor het verkeer. Dit was het voor deze week. Kijk volgende week weer naar een nieuwe aflevering van Als Elke Seconde Telt.